Joshua, 3-0 thuisoverwinning tegen Groningen. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik denk we hebben een redelijk goede wedstrijd gespeeld. Ja, hier en daar nog wat slordigheden, maar voor de rest we kunnen tevreden zijn. In de eerste helft veel de bal, Groningen weinig kansen gecreëerd. Toch ga je met 0-0 de rust in, hoe was dat? Ja, nee, gewoon met positieve mind, omdat je ziet we hebben veel kansen gecreëerd. Flap die een bal op de lat schoot. Hier en daar een paar andere jongens nu een paar kansen hebben gehad. Dus ja, je gaat met positief gevoel de rust in. En dan kom je met diezelfde intentie ga je weer naar buiten. En ja, toen hadden we al heel snel de goal van Virgil. En daarna bleven de goals maar komen. Dus op zich gingen we gewoon positief erin. Groningen probeerde de wedstrijd de eerste helft een beetje dood te maken. Hadden jullie daar last van? Ja en nee. We bleven kalm. We probeerden de bal van de andere kant naar de andere kant te wisselen. Alleen ja, de doelpunten vielen nog niet. Ik denk dat we onszelf redelijk kalm hebben gehouden. Totdat in de tweede helft, toen de eerste goal viel. En het is veel besproken. Flappen van Wolfswinkel, de spits en de nummer 10, die scoren niet veel. Maar de rechtsback die doet het wel. Die scoort er weer eentje. Ja, ik probeer gewoon mijn best te doen en zo belangrijk mogelijk voor het team te zijn. En ja, tot ik gevaarlijk ben in de 16, ja, dat weet het team. Dus als ik daar kom, ja, de bal valt voor mijn voeten dan opeens. Zo, ja, dan valt hij dan. Maar ja, ik hoop dat deze lijn kan blijven aanhouden en belangrijk blijft voor het team. En nu op naar volgende week? Op naar volgende week.